kom in deze nieuwe video van Boston. Vandaag gaan we naar het kerkhof, want het is al heel lang geleden natuurlijk dat we geweest zijn. Ik neem je nu gewoon weer mee, zoals ik altijd. Natuurlijk, het is wel warm buiten. We hebben hier zo nu al toch wel over de 30 graden. Binnen zitten we nog gelukkig nog juist aan de 26 graden. Dus dat is eigenlijk wel goed. Op dat vlak valt het wel mee. Maar we weten het sowieso, als je de zon gaat, hoef je goed in te smeren. Dus ik moet nu insmeersel kopen, want deze is al meer dan een jaar oud. En ik wist niet dat dat niet kon. Dus als dat meer dan een jaar oud is, dan wordt dat slecht. Dus daarmee, we nemen ook genoeg water mee. Oei. Sowieso, en we gaan ook nog eventjes langs ergens anders rijden. Een watermeloen zou ideaal zijn, maar ik vind voorlopig geen watermeloen. Ik weet niet wat het is, maar ja, ik heb het ook nog nooit zelf verkocht. Dus daarmee is een watermeloen niet altijd heel gemakkelijk. Is het misschien denken, maar watermeloen, dat kost toch niet veel? Nee, dat is waar. Een watermeloen kost niet veel, is toch niet moeilijk om te vinden. Maar als je alleen bent, is dat wel soms een beetje moeilijk, omdat je dan ook, je wilt niet te groot kopen en ook niet te klein. Dus daarom gaan we daarnaar kijken. Ik ga jullie even meenemen op de kleine camera. Dus ik ga jullie even verwisselen van de grote naar de kleine camera. Omdat dat gemakkelijker is, ook voor ja, op de fiets. We zijn aangekomen op het kerkhof. Zo. En nu gaan we richting mama. Hé, hey, lieve toppertjes allemaal. Ik ga jullie even een korte uitleg geven hoe en wat allemaal. Dus ik heb dus autisme, dat jullie wel weten. En een verstandelijke beperking. Ik woon alleen sinds dat mijn mama gestorven is. Dat is een jaar geleden en 5 maanden ongeveer, om precies te zijn. En voor mij is het eigenlijk gewoon belangrijk dat ik voor mij kan zorgen. Dus als ik eten klaarmaak, maakt mij ook niet uit van of andere mensen dat willen eten. Nee, het belangrijkste is dat ik eet. En ik eet dat met veel plezier op, al wat ik maak. Je moet ook rekenen, dat is niet allemaal gemakkelijk eigenlijk. Voor jullie is dat heel gemakkelijk. Ja, we gaan nu eens naar buiten. We gaan dit en dat doen. En dat is allemaal geen probleem. Maar alles wat ik doe, geeft ook prikkels. Dus ook alles, bijvoorbeeld dat ik nu hier, ik ben nu op het kerkhof. Dat geeft ook prikkels, want dat is dan ook weer prikkeltjes in je hoofd. Maar ik heb dus totaal geen filter om dat te filteren. Voor mij is dat allemaal niet zo heel gemakkelijk eigenlijk. En ik geef het eerlijk toe. Ik ben blij als er eten op mijn bord komt, als ik de keuze heb gedaan. Ik heb nu het geluk gevonden dat ik echt wel leuke vrienden heb leren kennen. Die namen, die weten ze allemaal, die mensen kennen ook hoeveel dat gaat. Maar voor jullie lijkt het... Hey, lieve toppertjes allemaal. Ik film even met de camera van de grote. Ik heb dus autisme. En dat is niet altijd heel gemakkelijk. Door mijn autisme zijn er ook heel veel dingen dat ik niet zo goed kan. Toch in mijn geval, want eigenlijk autisme is anders. Ik heb het vooral heel moeilijk om met mensen te kunnen communiceren. Voor mij is het ook niet altijd gemakkelijk om te zeggen, vandaag ga ik buiten. Ik ga dat doen, want dat houdt me soms ook wel tegen. Eigenlijk om soms buiten te gaan, om te denken van, wat gaan mensen kijken naar mij en dit en dat. En ik weet, ik krijg heel veel haat op TikTok, dat weet ik. Ik heb het daar soms moeilijk mee, geef ik eerlijk toe. Maar ik blijf gewoon doorgaan, omdat ze me altijd hebben geleerd van, kijk, mensen die je niet kent, moet je niet op ingaan. Maar ik kan er ook niet aan doen dat ik een beperking heb. Ik heb daar ook niet voor gekozen. Ik ben zo geboren. Dat hebben ze hierboven beslist eigenlijk. En sinds dat mijn mama een jaar geleden gestorven is, in 5 maanden, doe ik het dus eigenlijk helemaal alleen. Ik krijg wel begeleiding om dingen te doen. Dat wel, zo een beetje begeleiding om te kuisen en zo'n ding allemaal om te strijken. Om eten klaar te maken ook. Maar ik doe mijn best, mensen. Ik doe mijn best. Ik ben al blij als er eten op tafel wordt getoverd. En het is best wel heel lekker. Het is niet dat het niet lekker is. Maar ik kan goed geloven dat jullie beter kunnen koken. Dat kan ik zeer goed geloven. Maar iedereen maakt zijn eten op zijn manier klaar. En je kunt 3 spaghetti's op, naast elkaar gaan leggen. Je gaat zien dat er altijd 1 spaghetti is van, ah ja, die zit er iets beter dan die andere. Iedereen doet dat op een andere manier. En om daar elkaar af voor te breken, vind ik heel erg eigenlijk. Ik heb nu een leuke tijd gehad met Elga, met Silke, met Metap. Heb ik een leuke tijd gehad. Ik dacht, er gaat nog meer komen. We gaan nog op kamp gaan en zo'n dingen. Dat is allemaal geen probleem. Maar voor mij is dat heel moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. Ik kwam ook plots alleen te staan. Hey, toen ik wel hoorde dat mijn mama kanker had, zei ze tegen mij, maar ja, kijk, ze heeft niet meer lang te leven.
plots. Dus je staat daar, je moet het allemaal alleen doen. En ik heb echt een heel jaar het alleen gedaan. Het is pas echt wel een paar jaar, maanden later dat echt wel familie, allee, dat er wel vrienden waren die mij, voor mij kwamen zorgen. Zoals Silke en Metap en Elga en Stijn en allemaal in mijn kanten toe kwamen. En toen ben ik beginnen beseffen van ik heb wel vrienden. En die helpen mij nu op zoveel mogelijke manieren. En ik weet het, ik ben misschien speciaal. Ik ben misschien anders dan andere mensen, maar ik ben echt wel een leuke kerel. Maar je moet natuurlijk ook moeite doen om mij te leren kennen. Want als je dat niet doet, ja, dan kan je mij nooit leren kennen. En ik ben gewoon wie ik ben. En ik kan mijn eigen niet veranderen. Ik kan er ook niet aan doen. Ik zou ook liever zijn zoals jou. Maar misschien moeten wij gewoon eens wezen dat jij mijn autisme overnemen. En een beetje beperker te leven dan... En ik gewoon. Eens zien hoe lang jij het gaat volhouden om dat te doen. Want uiteindelijk, al wat ik doe, doe ik goed. Ik zal ook wel wat fouten maken, dat geef ik eerlijk toe, maar ik doe het goed. Dus houd dat in je achterhoofd alsjeblieft, als jullie willen. Ik weet niet welke beesten dat zijn, maar die zitten hier altijd. Hun constant. Die beestjes daar, die zit. Als je denkt, hoe zit die altijd? Ik zal ze eens laten zien. Dat ze hier altijd zit, als we ze passeren. Dit zit hier altijd op het kerkhof. Altijd. En ik weet niet wat voor beesten dat zijn. Maar ze gaan precies wel met veel meer dingen op. Daar zie je ze. Daar zijn de troepjes. Zie je ze wandelen daar? Vraag me niet wat het is, maar ze wandelen hier altijd. Zo. Heel wide is er gesteken. En een wire is gevallen, dus die gaan we er even terug insteken. Die komen ook naar hier met iemand. Maar het is wel leuk om hier nog te zijn, om hier nog eens te kunnen spreken. Het is echt een leuke tijd, het is niet normaal. Binnenkort gaan we op kamp met Metap, met Silke en zo, met Stijn niet. Het is echt heel leuk om te weten dat er zo leuke dingen zijn nog eigenlijk na jou. Nooit verwacht dat ik zo in een groep ging komen eigenlijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Ik ben echt wel trots dat ik dat kan zeggen. Heel trots en blij. Dus ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, zo lijkt bijvoorbeeld water moet je niet eten, kaassaus, allemaal door Helga. En dat is echt wel heel leuk eigenlijk. Nooit, ik zeg het ook, toen jij weggevallen waart, had ik nooit gedacht dat er nog zoveel moois op de planning zou staan. Dat we zoveel leuks konden beleven. En kijk, een jaar later heb ik het toch maar gedaan. En ik ben er echt heel blij mee. Dit neem ik mee naar huis trouwens, ik krijg het er niet terug aan. Maar ik zal het aan de kinderen vragen om eraan te hangen terug, zodat dat terug in orde is. We gaan terug even langs de zus langs en langs opa en oma. Dus daar gaan we ook nog even langs. Dus hopelijk gaat het goed in de hemel. Doet groetjes aan iedereen. Dus ja. We gaan even langs ons. Ik ben echt in de schouder. Nee, dat is niet aardig. Totaal niet. En hoe gaat het hier boven met jou? Goed? Mij gaat het hier echt altijd wel goed. Ik zeg het, we hebben echt al heel veel leuke dingen gedaan. Het is raar eigenlijk, hè? Dat we elkaar eigenlijk nooit weten hoe jij nu zou uitzien. Misschien jij er al uit zoals ik mij. Misschien weet ik niet dat we dit weten gaan. Dat vraag ik me soms wel eens een keer zo af eigenlijk. Hoe zou jij eruit zien? Dus dat vraag ik me dikwijls af.
hoe jij eruit wil zien en hoe, wie of wat. En ik ga nu nog naar opa en oma en dan ga ik dus naar huis. Ik kan nog andere dingen doen. Te redden wat er te redden valt. Hè. Proberen is proberen. Als je dus een kraantje zet, is wel proberen. Ik hoop dat de bloemetjes het overleven. Dat alles hier goed gaat hierboven. We kunnen maar ons best doen. En alles is goed boven. En hier beneden gaat het allemaal goed. Het kan niet beter zijn hier beneden. Dus we hebben al water binnengenomen. Ik weet niet wat dat kost, want stond er niet bij. En we hebben ook al namelijk een broccoli. En nu gaan we nog kaas. We moeten nog kaas hebben, kaas voor erin te doen. En we moeten nog poeier hebben voor de saus. We kunnen ook de bruinen. Maar ik ga dat vloggen. Ik ga dat TikTok zetten, dus daarmee dat ik dus de goede kaas. De kaas hebben we hier. De kaas. Kaas. Moeten we er nog in doen? Maar ik denk dat jij nog leeg hebt, denk ik, zoals kaas. Ik denk dat wel. Ik denk dat nog had. Nee, ik heb mijn kaas leeg, dat is ook hier waar. Nee, maar ik heb mijn kaas. Dan moeten we nog de sausbinder hebben, voordat we kunnen kloppen. En dan hebben we alles. Kijk, want daar ligt water. Ik heb liggen daar. Die gaan we lekker opsmukkelen. Ook iets een grote. Dus ik zal er wel moeten snijden. Ik denk dat mijn buren gaan vragen om te snijden. Maar, dus dan moet dat wel. We moeten nog kip hebben trouwens. Ook kip. Chicken. We kunnen ook nog hamburg kopen en zo, maar ik weet niet lang dat hij er open is. Dus gaan we kip meepakken. Kip. Ook niet de grote kip. Dus er nog één kip. Een halve kip. Een halve kip dan, hè. En nu de saus dingen. Eens kijken waar dat is. De saus. Zijn die hier? Nee, ik denk het niet. Ik weet niet waar dat staat, want ik kom hier nooit. Allee, ik kom hier wel, maar niet zo heel vaak. Wel in de andere GB. Ik weet de Carrefour, wij noemen dat de GB. Mijn oma noemde dat ook. Ze noemde dat vroeger de GB was hier. Noemde dat altijd de GB. Waar staat dat? Hier. Zo, dan kunnen we daarna maken. De L gaat eten. Dus als we dat moeten hebben, dus we gaan naar de kassa. Dat we alles wat we moeten hebben. Nu moeten we niet hebben, het is wel warm buiten. Hè. Nu moet dat mondkapje op. Ook. Ik ben niet klaar of zagen. Zeker niet. Goed, dan gaan we nu naar de kast. Ik ben bij de kind thuis momenteel, zodat je kunt zien. Bij zijn visjes. En ik moet passen op de kleine. Ja, want het is een tandaard, Natasja. Dan zou je dat mondje open liggen. Eten was nog niet klaar. Wat vind je van Elga? Ik vind Elga super op het bouw. Ik vind het wel eentje in mijn hart.
zeg het, toen hij bij ons thuis kwam, die dan was precies over de kinderen al een jaar alleen. Dus de naam Bos, dat komt van onze achternaam en voornaam samen.